Zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien waarin ik tikpoes, ging het echt niet normaal goed. We hebben binnen 1 uur tijd van 750 naar de, 913 gepusht. Echt bizar hoe goed dat ging. Dus deze video gaan we lekker doorpushen. En deze video wil ik de rank level 30 tik halen. Dat doen we natuurlijk met Shadows en Heroes. Dikke shoutout naar hun. Linkjes naar hun kanaal staan wel in de beschrijving. Maar dat moet wel even te doen zijn. Oh, ik hoop echt dat dat gaat lukken. En als we dat hebben gehaald, heb ik ook gewoon weer de 35.000 trofeeën. Zit ik ook al bijna weer op mijn vorige record van vorig seizoen. Dus dat is ook echt nice. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dan duimpje omhoog. 5000 likes voor deze rank level 30 video. Zal nice zijn. Of 3000 likes. En met 3030 likes. Dat is nog mooier voor de rank level 30. Nee, maakt niet uit. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check Bouws Army kleding op Bouws.nl. En gebruik de code Bouws. Maar nu genoeg zelfpromotie. Let's go. We gaan gewoon lekker beginnen. En eens kijken of we net zo goed kunnen spelen dan waar we zijn gebleven, zeg maar. Ik neem dit redelijk vlot naar de vorige video op. Ik heb even tussendoor even wat gegeten en gedaan. Maar even pauze en nu gaan we weer verder spelen. Maar als we nu gewoon lekker alles weer gaan winnen, jongen. Dan hebben we binnen een uurtje hebben we ook gewoon rank level 30 weer. Dan heb ik eigenlijk in 2 uur dan van rank level 25 naar rank level 30 gepusht. Dat zou wel echt ziek zijn als dat gaat gebeuren. Maar ik zie jullie weer als we een team hebben gevonden, want dit kan soms even duren. Dat valt gelukkig mee. Dat valt gelukkig mee. We hebben een team gevonden. Max, Carl, Dyna. Oké. Dit is een beetje een raar team. Dit heb ik nog niet eerder gezien, zo'n team. Maar op zich is dat wel chill, om eerlijk te zien. Om eerlijk te zijn. Wat wel heel erg uitkijk is Dyna, zeg maar, als hij zijn gadget gebruikt. Want die kan wel eens heel gevaarlijk zijn. Kijk, je zet hem nu ook meteen weer in. En, oh, dat gaat nog maar net goed. Dat gaat nog maar net goed. Oh, dit gaat nog moeilijker dan gedacht. Dit gaat nog, oké, donder. Oké. Oei. Ik dacht er iets te makkelijk over dit team. Ik dacht, dit kunnen we wel makkelijk winnen. Maar je moet best wel uitkijken voor die Carl. En dat is wel een beetje balen. Maar oké, het is nog niet verloren. Het is nog niet verloren. Het kan natuurlijk nog goed komen. Ik zal hier even meteen... Oh shit, die Carl die haalt hem gewoon niet eens. Oké, ja, nice. Oké, we staan nu voor. Dus nu kunnen wij in principe iets rustiger aan doen. Die Carl heeft ook geen super meer. Die heeft die Oh nee, die had hij nog wel volgens mij. Nee, hij heeft zijn super verspild. Dus dat is ook lekker. Oké, deze ronde is dan voor ons. Lijkt me wel heel sterk dat we dit nog gaan verprutsen. Eigenlijk moet Eroy gewoon zijn super krijgen. En ik ga ondertussen ook weer even proberen mijn super te krijgen. Dat scheelt voor mij ook weer. Dan heb ik gewoon zometeen lekkere super. En Iro heeft nu ook zijn super. Oké, nice. Dan gaan we de volgende ronde denk ik wel winnen. Oké, top. En dan heb ik nu mijn super ook. Eigenlijk alleen nog Shadow's super. Dan staan we er helemaal goed voor. En die supers moet je nou natuurlijk bewaren voor de volgende ronde. Want dat is natuurlijk zonde om die nu al in te zetten. En Shadow's heeft ook zijn super. Dus iedereen heeft zijn super. Dan moet het nu wel goed gaan komen. Dan kan het alsnog goed komen met het eerste potje. Oké, de eerste ronde ging niet zo goed. De tweede ronde ging al een stuk beter. Maar we moeten wel uitkijken voor Dyna. Dat hij niet zijn gadget meteen inzet op ons. Want dat is natuurlijk vrij gevaarlijk, om eerlijk te zijn. Oké, al wat hits gedaan. Oké, Eroy die zet nu zijn super in. Ik zal hier eventjes de boel afleiden. Oké, nice. Dat waren een paar goede hits. Ik zal hier even mijn super neerzetten en dan gewoon irritant doen hier zo. En nu zit die Max daarop gesloten in het hoekje. En heb ik hem. No, oh shit. Ik dacht dat ik die super net had ontweken van Dyna. No, dan hebben we nu wel een probleem. Ik vraag me af of Eroy en Shadows dit nog kunnen afmaken. Ik vraag me af, nog 17 seconden te gaan. Dat was ook een beetje mijn fout. Ik had anders mijn gadget ingezet, maar ik dacht dat ik net, zeg maar, buiten stond. Maar blijkbaar was dat niet het geval. Nog 8 seconden. Nee, dit kan haast niet, nee inderdaad. Oké, helaas pindakaas, jammer. Eerste potje verloren en dan zien jullie ook meteen hoe lastig het is om te pushen op dit niveau, want we krijgen nu min 10 trofeeën. Deze hadden we echt niet hoeven te verliezen. Oké, maar ik neem het volgende potje nog op, daarna doe ik de camera uit. Ga ik even pure focus voor mezelf spelen, want ik ben net wat geconcentreerder als ik niet opneem. Nu ben ik ook heel erg aan het praten, dan hoeft dat niet. Dus ik neem nog één potje op, daarna ga ik eventjes geconcentreerd voor mezelf spelen. Jesse Nani Tik, oké, Jesse. Die zijn we ook nog niet zo heel vaak tegengekomen. Oké, dan moeten we deze wel eventjes gaan winnen. Oh, dat zou zo balen zijn als dat niet het geval is. Eroy, ik kreeg daar al wat hits tegen. Dat is balen. Maar op zich, oké, ik zal hier even mijn gadget gaan aanzetten. Om hier even weg te komen, want ik zat daar niet heel lekker. Oké, die Nani moet ondertussen bijna wel dood zijn. Dat kan niet anders. Hier weer eventjes weg. Ik heb wel weer wat hits gedaan. Ze zitten volgens mij allemaal aan deze kant met z'n allen.
Die Jesse die doet dat wel vrij slim, maar niet slim genoeg. Hij heeft me geen één keer geraakt. Oké, nice. Dit moet nu te doen zijn. Oké, ik zal hier mijn super neergooien en hopelijk kan die... Ja, dat was misschien een beetje zonde van mijn super. Maar we staan voor qua damage, dus in principe moeten hun nu komen. Wij hoeven niet te komen. En ik moet wel even uitkijken voor die Nani. Oh no, en dan staan ze nu weer voor qua damage. Ze staan nu weer voor qua damage. Oké, hier even hit, 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 hit. En ik heb nu weer wat hits gedaan. Dus nu staan wij weer voor. Dus dat is mooi. En ja, die... Oké, nice. Oh, dat scheelde niks. Stop, 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 stop. Oh, deze potjes zijn moeilijk op dit niveau, jongen. Dat sowieso. Oké, maar deze ronde moeten we winnen. Als we twee potjes nu achter elkaar verliezen, dan zitten we ook gewoon meteen weer onder de 900. Dat zal wel echt heel erg balen zijn. Maar dit gaat denk ik wel goed komen. Mijn super, die gaat er ook meteen heen. En... dat ging net niet goed. Die Nani die heeft niet zoveel levens meer. Nee, inderdaad, die is nu ook dood. Top! Top! Dit lijkt er weer op. Kijk, tweede potje wel eventjes gewonnen. Het kan wel goed gaan. Het kan wel goed gaan. Maar ik doe de camera even uit. Ik ga super geconcentreerd voor mezelf spelen. En dan zie ik jullie weer als we bijna de 1000 trofeeën hebben. En hopelijk gaan we dat potje dan winnen. Dus tot zo! Nou, ondertussen zijn we weer een tijdje verder. Ik begin een beetje stijfjes te worden in de botten. Ja, dan krijg je eens helemaal gefocust een tijd lang zitten spelen. Maar we zijn er bijna. Nog één potje winnen en we hebben het gehaald. We kregen trouwens ook wel een paar snipes tegen van Nederlandse spelers. Sommigen die gunden, anderen gunden weer niet. Maar in ieder geval, we kwamen Kaasbal volgens mij ook nog tegen met een team van hem. Ja, hier zo kwamen we tegen. Was ook wel grappig zitten in de Bowser Army. En in ieder geval, die kwamen we ook tegen. Het ging hier best wel goed. Kijk de afgelopen potjes. We hebben hier één keer verloren, voor de rest alles gewonnen. Alleen toen we begonnen hadden we één keer drie potjes achter elkaar en los. Zo hadden we in één keer min 29 trofeeën. Dat was heel erg balen. Ik zat een beetje dichtbij opgeven, maar dat hebben we niet gedaan. Toen zijn we door gaan spelen en toen is het weer helemaal goed gegaan. En nu hebben we nog één potje nodig en dan hebben we het gehaald. Hoi, 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 hoi. Dan hebben we gewoon rank level 30 tik. Ik ben benieuwd hoeveel ik sta van Nederland nu met tik. Ik sta momenteel 30ste. Ja, tik is momenteel een vrij makkelijke knokker om te pushen. Dus vandaar dat best wel wat mensen tik al, zeg maar, 1000 trofee hebben. Maar alsnog, vrij ziek toch? Vrij ziek! En deze video gaat het lukken bij derde knokker, rank level 30. Nu zeg ik wel, het gaat lukken. Maar dan moeten we dit potje natuurlijk nog even winnen. Op een stuk concentratie moet ik gaan spelen. Oké, ik hoop niet dat we nu een snipe tegenkrijgen van echt een hele goede speler. Of überhaupt dat we een heel goed team tegenkomen. Dat kan natuurlijk ook. Sowieso, iedereen op dit niveau is goed. Maar wij zijn tot nu toe beter. Maar ik zie jullie op het moment dat het potje gaat beginnen. Oké, volgens mij zijn dit randoms. Want we kregen, zeg maar, eerst 4 tegenstanders, toen 5 en toen 6. Dan heb je randoms en dat is wel chill. Dus dit team is niet op elkaar uitgekozen. En ik denk dat dit wel goed moet gaan komen. Het enige nadeel is, zoals ik al wel eens heb gezegd, ik speel iets minder geconcentreerd op het moment dat ik aan het opnemen ben. Maar dat maakt voor nu niet heel veel uit. Oh, we stonden eventjes voor. Ik wou net zeggen, het maakt nu niet uit omdat we nu toch voor staan. Maar ja, we staan nu ook alweer gelijk. Maar dit kan nog steeds goed komen. Ik denk dat wij meer damage hebben gedaan. Denk ik hoor. Dus als wij nu gewoon een beetje defensief spelen en niet te aanvallend, denk ik wel dat het goed moet gaan komen. Denk ik hoor. En het lijkt me heel sterk dat onze tegenstanders meer damage hebben gedaan. Lijkt me, ja inderdaad, dat is ook het geval. Oké, top, dan kunnen wij dus gewoon defensief gaan spelen. En als wij dat gewoon een beetje goed volhouden, dan kan er eigenlijk niks gebeuren. En dan hebben wij gewoon de eerste ronde gewonnen. En dan hebben we nog één ronde nodig. En dan hebben we het gehaald. En dan wil ik natuurlijk ook Shadows en Eroy enorm bedanken. Wat hebben hun ook goed gespeeld. Maar om eerlijk te zijn, vind ik dat ik zelf ook goed heb gespeeld met Tik hoor. Ik heb natuurlijk niet alle potjes laten zien, maar er zaten echt mooie momenten tussen. Natuurlijk ook momenten die niet zo goed waren, maar nog één ronde. En we hebben het gewoon gehaald. 31 live kijkers. Dat is wel echt heel veel. Alleen die bier nog. Nice. Oké, dit is balen. Ik zou even shield aanzetten. Kijk, anders was ik dood geweest waarschijnlijk. Dus dat was wel even een handige shield. Hier nog even wat hits. En dan denk ik dat we het al bijna hebben uitgespeeld. Ja, oké, die Nani is nog wel redelijk sterk. Maar dat maakt op zich nog niet heel veel uit. En die Byron kan zichzelf natuurlijk de hele tijd healen. Nice! Oké, het is nu één. Nog eentje en dan is het gelukt. Dat is wel heerlijk dat we juist de laatste game tegen zo'n makkelijke team moeten. Het is gelukt. Rank level 30. Tik. Oi. En wat heb ik hier veel voor moeten spelen. Maar uiteindelijk valt het mee. Als je alles bij elkaar rekent. Ik kan wel eens kijken hoe lang ik nu ben bezig geweest. Als je alles bij elkaar rekent, denk ik dat we misschien
2-3 uur bezig zijn geweest. Maximaal 3 uur. Deze spelers waren individueel wel prima spelers. Maar ja, als team waren ze niet heel goed. We kunnen even kijken waar we begonnen vanaf de 913 trofeeën of zo. Dit was allemaal 2 uur geleden. Dit is 1 uur. Vanaf hier. Dus 1,5 uur heb ik nu gespeeld. En daarvoor had ik 1 uur gespeeld. Dus in 2,5 uur tijd hebben we van rank level 25 naar rank level 30 gepusht. Dat was ik. Maar mijn derde knokker, rank level 30, is een feit. Let's go. Dikke shout-out naar Shadows en Hero. Heel erg bedankt voor het helpen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baasjes. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!